Zoals jullie weten is er vanaf dit jaar een verbod op knalvuurwerk in Nederland en op single shots. Dus de tunnekings zijn verboden, babypijltjes waren natuurlijk al verboden, rotjes ook. En dat is natuurlijk ontzettende bullshit, maar volgens de Nederlandse overheid en de vuurwerkbranche is dat dus het gevaarlijkste vuurwerk wat je nog kon kopen. Daarom hebben wij een hele zak met tunnekings bij ons. Die zit vol, deze zit vol. En we hebben hier rotjes van een paar jaar terug. Mega bont. En met als klap op de babyvuurpijl hebben we ook even een paar babypijltjes mee. Het is als voorbeeld genomen voor nu in deze intro. Maar we hebben meerdere. En dan gaan we zo meteen even afsteken om te laten zien hoe onzinnig het is om dit te verbieden. Sowieso is er geen vuurwerk natuurlijk dit jaar, want het is verboden door corona. Er is een vuurwerkverbod. In het bezit hebben mag ook niet, althans in de auto en zo. In je woning mag wel als je het goed opbergt. Maar als het wel zou hebben doorgegaan, dan waren er geen single shots en ook geen knalvuurwerk. Wat ontzettend onzin is. Kijk, wij gaan het niet voordoen, maar als je een rotje in je hand houdt en aansteekt, gebeurt er vrijwel niks. Moet je niet doen natuurlijk, maar dat laat zien dat het gewoon gigantische onzin is waarom dat vuurwerk niet meer te koop is. Maar ja, er zit een kleine winstmarge op, dus het is heel makkelijk om dat te verbieden. Verder wat ik ook voor jullie heb, Fisco lont en een hele zieke torch van Your Pyro. Moet je kijken. Ja, die vlam zie je niet goed, maar dat komt door het licht. Maar dit zijn echt hele zieke producten. Fisco lont ook, daar kunnen we straks onze compounds mee veiliger maken. Met oud en nieuw. Want we hebben gewoon een gekke vuurwerkbestelling gedaan. Binnenkort daar meer over. Kortingscode PYROTEAM DELFT. YourPyro.nl kan je dit ook bestellen. Ook een goede aansteker. Gas, hervulbaar zoals jullie kunnen zien. En daar gaan we zo meteen alt vuurwerk ook even mee afsteken. Wow. Levensgevaarlijk vuurwerk. Dus dat gaan we even testen. Die mogen dus niet meer dit jaar. Hoe bizar is dat? Pang! Die van Ruro waren altijd het best. Wat is dat nou weer dan? Ja, ze weigeren ook. Hiermee zou je een heel huis moeten opblazen, joh. Ja, echt. Hè. Hoppa! Even een paar achter elkaar. En wat is dit? Nou ja, blijven. Zo, dit schiet er dan naar je hoofd ook, joh. Besef, jongens, dat dit gewoon illegaal is dit jaar, hè. Nou kijk, alles is verboden, alleen knalvuurwerk zal niet meer terugkomen. Dit is dus verboden. Hoe gek is dat? Ik zie ook wel waarom. Ja, nou ja, kom op. Ook al, je hebt veel weigeraars en zo, maar om het nou gevaarlijk te doen. Niemand die dit hoort, hoor. Nee, er staan gewoon mensen hier achter. Ja, en veel ook, gek. Ah, hier. Wauw. Even in de stemming komen, jongens, voor oud en nieuw. Het is al december. Kijk. Oh, ik dacht dat een weger er. Ah, ja. Het zijn hele rare knalletjes, hè? Eerlijk? Ja, maar de ene is ook harder dan de ander. En ze schiet ook telkens weg. Mooi. Dat is echt gaar. Bommen. Yeah. Medalkie. Deze zijn dus ook verboden. Nou. Waarom weet niemand? Maar het is wel zo. Ja. Tunnekingetje. Hoop naar het water. Weet je nooit, helaas. Oh, die knalde wel goed, man. Ja. Mooi boven het water ook. Tunnekingetje. Nog eentje om het af te leren. Half over het water. Je vloog tegen een tak aan. Ja. Ziek. Wel een dikke echo, ik zeg je eerlijk. Nog een dunne kindje. Ze gaan net iets te hoog of zo. Ja, perfect was.
Doe het niet na. Gaat er nou wat gebeuren of wat? Yeah. Hoppa. Net op. Ook omhoog? Ja joh. Voor de echte gevaarlijke kerels. We hebben er nog super veel. Deze Tenner Kings. Kijk, dan is dat eigenlijk vuurwerk waar meer geluid vanaf komt dan rotjes en zo. Even een kleine stooksessie nog. Hop. 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 Aansteken is wel goeie, man. Ja. Zaten er echt vroeger 200 voor 2 euro. Ja, klopt. Veel dat pakje doen. En ook in rijstpapier, hè? Zoals vroeger. Ja, dat klopt echt. Die tijden komen dus nooit meer terug, jongens. Omdat dit dus levensgevaarlijk vuurwerk is. Hoppa. In Duitsland heb je ook zo goede rotjes. Dat is wel grappig om te doen, toch? Oh shit. Knetter King. Oh, pas op. Twee dagen. Nog eentje. Hij blijft ook naroken, joh. Nog een keer. Boom. Gelukkig nieuwjaar. Flitspalen. Gevaarlijker dan rotjes en Thunder Kings. Ja jongens, dat was weer de video voor vandaag. Er komen veel meer stookvideo's aan vanuit Polen, Tsjechië en veel meer andere stookplekken. Zeg ik dat goed zo? Ja. Locaties. Neem een kijkje op yourpyro.nl voor ook zo'n aansteker of Viscolont. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Tot morgen.